Ja, Janari 4-0. Was het makkelijk of moeilijk? Nou, ik denk dat we het goed hebben gedaan. 4-0 overwinning thuis is een goede uitgangspositie natuurlijk. En, ja, ik denk dat het wel goed uitzag. Ik heb die eerste helft wel een beetje gedacht van, oh jee, Nederlandse club in Europa, daar gaan we weer. Ik neem aan dat jij ook 40 minuten lang niet heel gerust was, toch? Ja, ik snap dat je erop doelt dat we de betere ploeg zijn en dan tegen een tegengoal aanlopen. Maar we waren eigenlijk de hele wedstrijd scherp en weinig weggegeven. En ook zelf de kansen gecreëerd en afgemaakt, dat is ook belangrijk. Het scheelt wel een beetje, ook ten opzichte van zondag, hè? Ja, zeker. Zondag was eigenlijk een soort hetzelfde spelbeeld. Alleen vergaten we toen om die kansen te scoren en ja, vandaag wel. Hoe slecht waren deze gasten? Nou, ik denk niet dat het een slecht team is, wij waren een stuk beter. Ja, dat is wel een mooi samenvat eigenlijk. Dan heb je zo'n return nog, zonder publiek. Ja, moet je daar nog heen of zeg je van misschien dat we het anders kunnen regelen? Nee, wij gaan er gewoon heen en het is een Europese wedstrijd. Dus dat is ook leerzaam voor ons als ploeg. We kunnen de wedstrijden gebruiken denk ik ook om beter in vorm te komen en nog beter te spelen. En, ja, we verloren vorig jaar ook uit bij Trenzin, dus we zullen toch scherp moeten zijn. Ja, dat wou ik zeggen, want ik neem aan dat er al bij menig Feyenoord fan ook al even door het hoofd zijn gegaan. Bij jullie misschien ook wel? Ja, zeker. Iedereen zei het ook gelijk in de kleedkamer van volgende week afmaken. En vooral de focus behouden zoals vandaag is heel belangrijk. Nou is dat natuurlijk heel leuk en aardig en ik snap precies waar je vandaan komt, maar dit is een gelopen race toch? Nou, als dit geen gelopen race is, dan kunnen we onszelf niet meer in de spiegel aankijken. Nee. Hoe is het er bij het team nog een hoop wisselingen laatste moment? Of in ieder geval wat wisselingen, ook verwacht nog. Sint-Juster die dan vertrekt, is dat voor jullie een aderlating? Ja, zeker. Jeremiah is een hele goede speler natuurlijk. Die staat niet voor niets in de belangstelling van een Bundesliga-club. Maar goed, we hebben wel goede spelers in de selectie zitten die het op kunnen vangen. Ook een nieuwe speler, dus oude bekende. Dus dat zit wel goed. Dan ga ik het toch nog even vragen. Je hebt het al een paar keer aangegeven. Je wil in principe weg. Speelt er iets? Ja, ik zei net ook al. Ik wil het er niet lang over hebben. Maar, heel kort is ook goed hoor. Gewoon even een clubje noemen of zo. Nou, laten we dat niet doen. Maar de zaken staan nog steeds hetzelfde voor. En daar wil ik het graag bij laten. Ik ga je toch succes wensen voor de return. Ik denk niet dat het nodig zal zijn. Maar jij denkt van voor de zekerheid doe maar wel. Doe maar wel. Succes. Dankjewel.